Ik zei al, het gaat niet te veel over praten. Jonge mensen te bevorderen. Wat het leuke van waterpolo is, vind ik tenminste, als je gewoon een beetje een spelletje houdt in het water met een bal. Je bent gewoon lekker bezig. Je wordt er lekker moe van. Het is altijd droog. Dat vind ik een voordeel ook. Dat je, zoals bijvoorbeeld je veldsport en dan sta je in de regen en de kou en die weer en wind. Ja. En dat heb je in een zwembad niet. En het is ja, als je gewoon een water houdt en een balletje, ga dan op waterpolo. Dat is gewoon leuk. Als je diploma's hebt, dan kan je al heel vroeg beginnen. En dan begin je gewoon op spelende wijze gewoon lekker met een balletje in het water de beginselen van de waterpolo te leren. En ja, je kan het blijven doen tot je wedstrijden zat bent. Dan kan je daarna nog bij de recreanten verder. Misschien gaat hij dat nu met de heren ook doen in 2016. Wie zal het zeggen? We hebben zeer zeker een aantal talenten binnen de vereniging. We zijn vorig jaar al een paar talenten tweede geworden op het NK van de WOC Noord-Holland. Die zijn ook vandaag gehuldigd. Dit jaar zijn er zelfs meerdere teams die in het WOC Noord-Holland staat voor het Waterpolo Opleidingscentrum Noord-Holland. Daar doen een aantal kinderen van ons mee. We hebben ook een trainster die traint zelfs het jongensteam onder de 13. We zijn zelfs Nederlands kampioen ook geworden. Ik denk dat we iets van 6 kampioenen nu binnen de vereniging hebben lopen. Dus er zit zeker potentieel talent.